Popcorn eten hoort bij film kijken, maar wie niet goed koud, die kan zich verslikken. En dit is wat jij moet doen om iemand te helpen die zich heeft verslikt. Als eerste zeg je tegen het slachtoffer dat hij goed moet hoesten. Want door de kracht van het hoesten kan een stukje popcorn vanuit de luchtpijp terug in de mond komen. Heel goed. Als dat met hoesten niet lukt, dan bel je meteen 112. Als het hoesten niet meer lukt, dan laat je het slachtoffer staan. Je gaat nu met je vlakke hand tussen de schouderbladen van het slachtoffer slaan. Eén hand plaats je op de borstkas, aan de voorzijde. Met je andere hand sla je tussen de schouderbladen en dat doe je met een vlakke hand. Dat doe je 5 keer en best hard. Als dit niet werkt, dan moet je buikstoten gaan geven. Daarvoor ga je achter het slachtoffer staan en plaats je 1 vuist onder het borstbeen. Dat zit hier ongeveer. Je andere hand plaats je over die vuist heen. En je trekt je vuisten naar je toe, schuin omhoog. Dat doe je 5 keer. Als dit niet werkt, dan blijf je de handelingen afwisselen totdat het slachtoffer weer goed kan ademen. Gaat het? Ja, dankjewel.